Op Haiti is dit weekend een bus met Amerikanen ontvoerd. Het gaat om zendelingen, onder wie ook vrouwen en kinderen. 17 mensen in totaal. Ze waren op weg van de hoofdstad Port-au-Prince naar de luchthaven. Ontvoeringen komen vaker voor op Haiti, maar zo'n grote groep in één keer is toch wel uitzonderlijk. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Goedenavond. Goedenavond, Mieke. Ja, wat is er gebeurd? Nou, die groep van 17, die horen bij een christelijke zendingsorganisatie uit Amerika, gelinkt aan onder andere de Amish. 12 zendingswerkers en 5 kinderen in totaal. En ze waren, zoals je al zei, zaterdagochtend 15 kilometer ten oosten van de hoofdstad, Port-au-Prince, op weg van een weeshuis waar ze hulp verlenen naar de luchthaven. En een deel van hen die zou die middag teruggaan naar Amerika. Het gebied waar dat weeshuis staat, dat is in handen van bendes en bij een wegversperring naar Port-au-Prince. Halverwege werden ze tegengehouden door zwaar bewapende mannen van zo'n bende en uiteindelijk meegenomen. Ja, en is er losgeld geëist? Want daar gaat het toch meestal om? Ja, ik ben nog niet bekend met eventueel losgeld dat geëist is, maar daar kun je wel van uitgaan. Hè. De zogenaamde Katgesan Mawuzu-bende, zo heet die, heeft een bedenkelijke reputatie opgebouwd met ontvoeringen en telkens losgeld geëist. Dus dat zal ook nu wel gebeuren, alleen is het nog niet bekendgemaakt. Mm. Ja, na de moord op president Jovenel Moïse in juli van dit jaar is die bende zich gaan toeleggen op massa-ontvoeringen door barricades te gebruiken. En nou, dit is er één van. Ja, nou ja, ik begreep dat er in Haiti in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer dan 300 gevallen van ontvoering zijn geweest. Wat zegt dat over dat land? Chaos? Nou, dat het verder afglijdt in anarchie. Overigens is dat aantal, die ontvoering, in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger. Omdat veel Haitianen ontvoeringen niet durven te melden uit angst voor repercussies. Op de website van de overheid, de Haitiaanse overheid, wordt je zelfs gewaarschuwd om maar liever niet naar Haiti af te reizen. Mijn cameraman was daar in augustus vanwege de aardbeving. En die zei me dat het vanaf de luchthaven alleen maar mogelijk was toen met Nederlandse militaire beveiliging de weg op te gaan. En zonder was het gewoon te gevaarlijk. Haiti is het armste land op het noordelijk halfrond en heeft na de moord op de president deze zomer te maken met nog meer politieke onrust, nog meer bendegeweld. Ja, en een verslechterende sociaal-economische omstandigheid daar. Dus ook ondervoeding en voedselonzekerheid spelen mee aan het bendegeweld. Maar kennelijk is het toch lucratief om mensen te ontvoeren, want anders zou het niet zo vaak gebeuren. Dus mensen krijgen het dan toch wel betaald. Ja, dat gebeurt, maar dat gebeurt ook niet. En dan wordt er gewoon vermoord. 5 politieagenten werden vermoord op de dag dat mijn cameraman daar was. Omdat er geen losgeld was betaald. En ook een klein meisje van 4, een pindaverkoopster, werd op die manier om het leven gebracht. Dus het gaat mis en soms gaat het goed. En in dit geval heeft een Amerikaans congreslid al gezegd, ga maar niet betalen. Maar dan loopt het over het algemeen wel slecht af. Tot slot, de internationale reactie, VN. Is er nog iets bekend op dat gebied? De BINU, dat is de VN-organisatie in Haiti, die is samen met Amerikaanse officials op dit moment een bezoek aan het afleggen. Of dat kan ook net afgerond zijn, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar er is wel al gezegd dat er $15 miljoen opnieuw moet worden gegeven om dat bendegeweld te bestrijden en aan de politie te geven. Of dat gaat helpen? Kijk, het probleem van nu is niet per se nieuw. Hè. Haiti is al heel lang onrustig en onveilig. Maar dat de politie op dit moment, na alle natuurrampen en na de politieke moord in juli, dat die politie extra versterking nodig heeft, dat is wel duidelijk. En dat gaat er in een klein bedrag nu wel komen. Hartelijk dank, Dick Draaier op Curaçao.